Het is avond in Emmen. Prachtige lichtstralen schijnen over het Raadhuisplein. Op de Grote Kerk zijn videobeelden van Van Gogh geprojecteerd. Hoog, in het oude gestripte belastingkantoor, op het Raadhuisplein staat een dame te spelen op haar hoorn. Terwijl een man op een andere verdieping aan het drummen is. We volgen de burgemeester, lopend richting het Raadhuisplein, terwijl een andere dame staat te spelen op haar viool. Een drone maakt zwevende beelden van de Hondsrugtoren, vliegt door de Hondsrugtunnel, over de lampjes van het China Lights lichtspectakel en om het belastingkantoor, waar de muzikanten nog steeds staan te spelen. Het licht schijnt in allerlei prachtige kleuren en stralen door de lucht, terwijl de burgemeester die tijdens zijn avondwandeling bekijkt. Het Noordpoolorkest speelt onder leiding van Reinoud Douma op een unieke manier een prachtig muzikaal stuk, samen met zangeres Carina Vinken. De bekendmaking van de winnaars van de Cultuurprijs 2021 en de Emmenaar van het jaar vinden plaats op vrijdag 7 januari om 8 uur.